Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending Thuis bij Elva. In deze uitzending gaan we met Roel radio maken en krijgt de deelraad cliëntenbezoek van Jaap. En is er weer een leuke quiz. Kijken jullie mee? Gastschap is bij Elva geweest. Pectomedia is er ook. Ze hebben heel veel mensen interviewd. Kijk maar mee. We zijn hier vandaag bij de sportkliniek van de Graafschap en wij zijn benieuwd wat de spelers en de bewoners ervan vinden. Dus dat gaan we ze maar eens even vragen. Kijken jullie met ons mee? Ik vind het heel leuk dat we hier zijn. Ik heb hier een gemist, Graafschap. Ik heb gemist van allemaal de corona. Ik ben zo blij dat mensen weer konden gaan. En hard voor mezelf. Ik heb daar een hartstikke dag voor de Graafschap aan liggen. Hoe lang bent u al trainer bij de Graafschap? Oeh. 3 weken. 3 weken, dat is niet echt heel erg lang. Nee, dat klopt. Wat vind je nou het allerleukste van vandaag? Allerleukste. Om je broertje te zien. Oh, die leuke jongens. Ja, oh ja. Om mijn broertje te zien. Doen de keepers het een beetje goed? Ja, ik denk dat ze het best wel, goed doen. Ik ben dan heel erg tevreden over Hidde. En we hebben natuurlijk nog andere keepers erachter ook zitten. Guus en Nick. En Ties, die zijn er ook bij. En ja, daar zijn we allemaal heel erg tevreden over. Nou, ik ben Hidde Jurrius is mijn naam. En ik ben keeper. Dus ik sta in het doel. Oh, daar heb jij zeker al heel veel ballen tegengehouden. Gelukkig, jij bent de eerste die heel positief die zegt dat ik ze tegenhoud. De rest zegt allemaal dat ze er allemaal in gaan. Vind je dat soms niet een beetje ballen? Ja, het is... ja, maar ik vind het wel heel erg sterk. Ja, het is zeker ballen en heel erg balen ook dan ook, hè. Wat vind je er dan van dat het in coronatijd weer georganiseerd wordt? Ja, na corona. Heel fijn, Lisa. Ja, ik ben er heel blij mee. We hebben het 2 jaar lang niet kunnen doen. De spelers durfden het niet aan en wij natuurlijk ook niet. Maar nu kan het weer. We zijn helemaal blij. Fleur, wat vind je van deze dag? Hartstikke leuk om hier te zijn. Nooit meegemaakt. Jij bent voor de Graafschap? Ja, zeker. Daarom heb ik het shirt aan. Wie ben jij en wat doe je bij de Graafschap? Nou, mijn naam is Michael. Ik ben 38 jaar. Ik was gisteren jarig. Ach, dus ik ben maar 1 dag 38. Dankjewel. Ik werk op de maatschappelijke afdeling van de club. Dus dat betekent dat wij heel veel willen doen voor de samenleving. Dus de verbinding tussen de Graafschap en de samenleving. Dus wij willen heel veel doen voor mensen in de Achterhoek. Dus ook dit soort dingen organiseren? Ook dit soort dingen. Kijk, maar iedereen loopt hier met een glimlach. Stel, u wilt een nieuwe spelers kopen. Welke zou u dan willen? Ja, Thomas, dat wilde ik eigenlijk ook aan jou vragen. Heb jij voorkeuren van spelers die ik zou moeten gaan halen? Want dan wordt het wat makkelijker voor mij. Ja, als je dan toch goede spelers moet hebben, dan zou ik denken Gustil bijvoorbeeld. Gustil? Nou, je legt de lat wel hoog voor mij. Die speelt bij Feyenoord, hè? Dat wordt niet zo gemakkelijk voor mij om die te halen. Jij maakt mijn taak moeilijker in plaats van makkelijker, Thomas. Ik zal het proberen. Ik ga een poging wagen, maar ik ben er bang voor. Zou je een carrière switch willen maken en bij Elva willen komen werken? Nou, toevallig dat ik het net met iemand over had die hier werkt, dat ik het super knap vind wat voor werk de mensen hier allemaal doen. Dat ik dat echt heel goed vind. En dat ik dat eigenlijk ook wel heel leuk vind. Maar of ik ga nu nog eerst even keepen en dan ga ik daarna misschien hier werken. Is dat goed? Misschien over een aantal jaar. Ja, misschien over een aantal jaar. De speler Doekie. Ja, moet die ook halen? Bijvoorbeeld? Ja, dat zou ook mooi zijn. Je hebt hele goede suggesties, maar heb je ook wat centen voor mij? Ik zat te denken zelf aan Lionel Messi nog. Of is die te oud? Veel te oud. Dat doen we dan niet. Allerleukste dat iedereen mee kan doen, mee kan bewegen, maar vooral dat iedereen een grote glimlach heeft. Heb je al een paar spelers van het Graafschap gespot? Ja. En zijn ze aardig? Jazeker. Wat vinden jullie van de dag tot nu toe vandaag? Wat vind je van de dag tot nu toe? Ja, ik vind het leuk om mee te doen naar zo'n spel. Ja, het is een leuke dag tot nu toe. En jij? We hebben veel gewonnen, allemaal dankzij Zonno. Ja, 2-0 weer, dus dat gaat goed. Er zijn nog steeds nog geen kaartjes aangevraagd. Het kan nog steeds. Mail dan thuis
bij elver.nl. Op 11 mei is de Schreenrunnerdag op Elver. Wij vertellen er meer over. Kijk maar mee. Wat is dit en waar is dit goed voor? Nou, dit is een framefiets. En dit is heel goed om in te kunnen bewegen. Dus lekker conditie te doen of... Ja, lekker in beweging te komen. En dat is goed voor de spieren en voor je gezondheid. Wat is de meerwaarde voor een framefiets voor een bewoner? Nou, de meerwaarde is dat vaak in een gewone fiets dat lastig is om een fietsbeweging te maken. Of ze kunnen niet goed een transfer maken. En bij deze fiets hoef je eigenlijk niet te trappen. Je hoeft niet zoveel te doen. Het gaat eigenlijk vanzelf. En het is heel licht. Dus het is een heel mooi alternatief om eens te wandelen ergens. In plaats van het fietsen naast een duwfiets. Dankjewel. Alsjeblieft. Woensdagochtend 11 mei komen alle framerunners weer tevoorschijn. Gaan we bij het maatwerk een klein wedstrijdje, een estafettetje houden. Dus kom meedoen op de framerun of kom ze dan in ieder geval even goed aanmoedigen. Rezi zit in de werkgroep Portaal van jou. Hij heeft een nieuwtje. Luister maar mee. Hoi, ik ben Rezi en ook betrokken bij de werkgroep Vitaal voor jou. In de enquête zijn we al teruggelezen dat jullie veel wandelen en fietsen. Supergoed en ga vooral zo door. Maar wil je een keer wat anders proberen, kom dan 21 mei naar de Achthoekse Unieke Spelen. Meer informatie volgt nog via de Vrije Tijd, maar hier volgt alvast een promotiefilmpje. Kennen jullie de Achterhoekse Unieke Spelen? 21 mei is het zover. En jij kan ook meedoen. Geef je op. Het wordt fantastisch. Ja! In deze uitzending gaan we op bezoek bij Roel. Roel woont in Arnhem. 4 dagen in de week maakt hij radio. Daar wilden wij graag meer over weten. Quincy vroeg Roel van alles en kwam zelf ook nog op de radio. Kijk maar eens mee. Ja, dat was weer zo'n fantastische plaat van onze eigen Achterhoeker Suzanne en Freek met 100 keer hier op Lijkenal. Nou, inmiddels zijn de gasten hier aangeschoven, hier bij mij in de studio. Nou, en toevallig zit er eentje hier al klaar voor zijn microfoon. En die gaat nu even een paar vragen stellen. Goedenavond Quincy, wat leuk dat je in de uitzending bent. Ja, dankjewel. Nou, ik vind het hartstikke leuk en toevallig leuk dat ik er mocht zijn. En waar kom je vandaan Quincy? Uit Nieuw-Wil. Ik woon in Deutsche Welstraat op Elver. Oké, en dus je woont in Elver en Nieuw-Wil. Nou, wat leuk dat je hier vandaag eens een keertje bij bent in de studio's van Lijkenel in Studio Arnhem. En ja. Wat fijn, wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk onderneming in Doetinchem en ik werk ook nog bij de Anhoeven en ik werk ook natuurlijk bij thuis bij Elver. En luister je graag ook radio? Luister je ook graag naar radiozenders? Ja, Kio Music en Radio NL. Oké, nou, dan ben je nu vast en zeker weer een station overhaald om toch maar een vaste luisteraar te worden van Lijkenel hier, hè? Ja. Nou, kijk dames en heren, nou, we gaan snel verder, want Quincy gaat mij zelf zo ook een paar vragen stellen. We gaan even lekker luisteren naar de volgende muziek van Ravi Nunes met Belazerd en Bedonderd. En onze Pascal Smeker uit Arnhem met Als het maar gezellig is. En nog vele andere, ik zou zeggen, het is rond het klokje van
19:43 en u hoort straks vanzelf wel even het nieuwsbericht. We gaan snel verder hier op deze prachtige avond hier op LikeNL. Roel, we zijn nu bij jou. Kan je je voorstellen? Dag, ja, ik ben Roel van Bokstel. De meeste mensen kennen me natuurlijk als Roel van Bokstel binnen 11. Maar tevens artiestennaam DJ Blacklight. Maar in de radiowereld heet ik gewoon DJ Roel van Bokstel. Ik draai voor Radio Paradise en tevens LikeNL. Dus ik ben actief voor 2 radiostations in het dagelijkse leven. Hoe vaak maak je radio in de week? Ik maak, even kijken, pakkenbeet, bijna de hele week uitzending. Op de woensdag en de zondag na is mijn, draai ik niet. Maar voor de rest, bijna de rest van de week ben ik eigenlijk maximaal actief in de radiowereld. Ook live? Ook live, ja. Oké. Doe je het al aan? Ja, dit doe ik al. Ik ben als jongetje van 13 ben ik ooit de radiowereld ingegaan op het idee toen mijn overbuurman nog een piratenzender had. Toen had het nog een beetje, zeg maar, illegaal zwart ding. En later toen zijn we ieder man solo gegaan. Ik al bij een ander station, bij meerdere stations. En later ben ik toen in 2017 tot met dingen, heb ik nog met een kameraad samen hier Radio Elver nog gerund. 4 jaar lang in samenwerking met de sponsoren van Stichting Vrienden van Elver. En later, sinds 2020, ben ik toen aangeschoven bij radiostation LikeNL. Wat daarvoor LikeFM nog heette, zeg maar. Oh ja. En toen, sinds vorig jaar, is Radio Paradise erbij gekomen, waar ik nu sinds kort mede-eigenaar van ben geworden. Heb je veel luisteraars? Bij LikeNL zitten we rond de 150 luisteraars per dag. Oh, ja. Maar dan praat ik alleen nog wat op de website binnenkomt, want via de app, want we hebben ook een LikeNL app waar mensen die kunnen downloaden vanuit de Google Play Store. En die via een tablet of smartphone mee kunnen luisteren. Dat zijn er ook best nog wel veel rond de pak een beetje 100 luisteraars. Maar wat via de DHB Plus frequentie, waar we nu ook live op te horen zijn. Ja, daar weet ik niet wat daaraan binnenkomt aan luisteraars. Omdat dat via de digitale antenne vanuit de lucht binnenkomt. Kunnen de luisteraars ook plaatjes aanvragen? Ja, zeker kan dat. Kunnen de luisteraars plaatjes vragen. Want ik zeg altijd, hoe meer luisteraars een plaatje aanvraagt, des te meer variabel wij hebben voor ons werk als DJ'er. Zoals mensen kunnen gewoon een plaatje aanvragen via de websites van onze stations. Dan moeten ze gewoon even naar, zoals nu momenteel, naar www.likenl.nl/deverzoekenbox gaan, waar een groen vinkje staat, en dan zien ze mijn foto staan en dan kunnen mensen een plaatje aanvragen met de titel van de artiest en de titel erbij. Of als ik niet live ben of als ik live te horen ben op een andere site, dan kunnen ze naar www.radio-paradise.nl gaan. En dan kunnen ze daar naar mij live gaan luisteren. Oh ja. En daar draai ik voor Radio Paradise, draai ik iedere maandag vanaf klokje van 19:00 tot 22:00. En iedere vrijdag en zaterdag van klokje van 12:00 tot 16:00. Oh ja. En bij LikeNL, zoals nu vandaag, iedere dinsdag vanaf 18:00 tot 22:00 maximaal. Oh ja. En dat is ook op de donderdag. Oh ja. Hey, dankjewel. Graag gedaan. En tot ziens. En tot ziens. En luisteren naar je favoriete programma's iedere maandag en iedere donderdag en dinsdag en vrijdag en zaterdag. Doeg. Doeg. Dan is het weer tijd voor de quiz. Doen jullie mee? Daar is Theo weer in. Doet hij het of doet hij het niet? Kijk maar mee wat hij nu moet doen. Ik zit sinds kort weer op cursus met Theo. Nu moesten we de afgelopen keer onze hond op een kleedje leggen met het commando plaats.
plaats. Kijk, dat doet hij hartstikke goed. De volgende stap is dat ik bij hem wegloop en dan moet hij gewoon blijven liggen. Dat heb ik nog niet geoefend, dat ga ik dus nu voor het eerst doen. Wat denken jullie? Doet hij het of doet hij het niet? Doet hij het of doet hij het niet? Da 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 da! Dan zijn we bij Raad het geluid. Luister goed, weet jij het geluid? Dirkje heeft weer 3 vragen voor jullie. Luister maar mee en misschien weet jij het antwoord. Ik ben Dirkje. Ik doe de 3 vragen stellen. Papai, heeft hij een sprietje in zijn mond, ja of nee? Hier komt de 2e vraag. De zeepaardjes, draagt de vaders altijd de eitjes bij zich, ja of nee? Hier komt de 3e vraag. In Amerika heeft de taxi een gele auto, ja of nee? We hebben ook weer zoek de 3 verschillen. Kijk maar eens mee, zie jij de verschillen? En dan komen we bij het zoekplaatje. Zie jij het plaatje? Veel succes! En als laatste hebben we Jaap. Waar is Jaap? Doetinchem. Arnhem. Lage Soeren. Nu gaan we allemaal lachen. Hier komt het grap van Quincy. Ik weet nog een leuke mop. Deze is ook echt leuk en deze is ook met een dier te maken. Wat zegt een oudste als hij tegen de muur loopt? Kwak, kwak. Jaap is bij de deelraad cliënten. Hij laat vast de nieuwe website zien. Ja, ik heb Jaap al een appje gestuurd. Dus, Hoi Jaap. Hey. Hallo. Jaap. Hallo Jaap. Hey, wat gezellig dat je er bent. Ja. Ik dacht al. Wat heb je allemaal meegenomen? Wat heeft Jaap meegenomen? Bananen. Oeh, wat is dat bijna? Ja, een aap eet toch altijd bananen? Ja.
Krijgen jullie allemaal een banaan? Banaan, wat leuk. Oh, wat lief. Dat is wel een goeie. Gezond. Hey, kennen jullie Jaap? Jantine, ja. Ken jij Jaap? Ja. Waar kennen jullie Jaap van? Dankjewel, jongen. Thuis bij Elva. Achteruit. Thuis bij Elva. En dan komt Jaap ineens in de deurraad. Ja. Dank u. Heb je jezelf ook opgegeven? Ja, Jaap houdt wel van bananen. Ja. Ja, ja, ik ben ook een bananenliefhebber, dus dit is een lekker cadeautje. Maar Jaap, waarom ben je eigenlijk hier? Want je komt zo ineens binnen terwijl we aan het vergaderen zijn. Oh, ik moet even wachten volgens mij. Cliëntenwebsite. Kun je dat nog eens zeggen, Fred? Een cliëntenwebsite. Oh, is Jaap hier voor de cliënt? Dat is het goede antwoord, Fred. Cliëntenwebsite, ja. Betekent dit dan dat de cliëntenwebsite klaar is? Half omhoog. Bijna, Robert-Jan. En ben jij ook te vinden op de cliëntenwebsite, Jaap? Ja, eigenlijk. Ja. Okay. Okay. Stel je vraag aan Jaap. Kunnen wij jou vragen stellen op de site? Ah, ja. Oh, wat grappig. Super fijn, ja. Aap, je antwoord kan geven. Hoe grappig wil je het hebben? Vertel. Nou, Aap, kunnen we praten, Annelies? Hé, hey, maar wauw, laat hij dat dan zien. Mooi hoor. Heb je misschien nog meer om aan ons te laten zien wat er op de cliëntenwebsite staat? Eén. Oh. Vrije tijd, nieuws, leren bij Elver, kletsen, samen bij Elver en de deelraad cliënten. En wat zouden jullie dan allemaal op de site willen zien? Dick, wat vind jij belangrijk voor op de cliëntenwebsite? medezeggenschap. Wij natuurlijk als cliëntenraad, want wij zijn voor de cliënten. Dat is heel belangrijk. Ja. En Jantine? Wie hier werkt op Elver. Wie er werken bij Elver, ja. Jaap werkt ook bij Elver. Ja. Annelies? Heb jij nog iets wat je graag op de cliëntenwebsite zou willen zien? Kijken, heb ik nog wat? Niet veel. Spelletjes misschien, waar kinderen van leren. Oké. Okay. Dat is al een goede punt. En aan deze kant nog iemand. Wachten we even tot Jaap bij jullie is. Govert-Jan, wat nieuws. Nieuws? Ja. Heel goed. Tim, Fred, Marieke, hebben jullie nog iets? Begroting. Wat er gebeurt met het geld bij Elva? Ja. Oké. Ik denk... Wat een goede dingen noemen jullie allemaal. Kenya. Deelra. Van de deelraad? Ja. Wij komen ook op de cliëntenwebsite, zag ik net op het plaatje bij jou. Misschien wel cliëntopleidingen. Zal dat er ook op staan? Leren bij Elver. Ja, precies. Ja. Staat er ook bij. Cliënten, ja. Wat kun je dan allemaal leren? Hé, hey, Jaap. Wij moeten eigenlijk weer verder vergaderen. We vonden het wel heel leuk. Nee, maar niet. Jij vindt het niet gezellig. Ik vind het heel gezellig, maar wil je ons nog wat vertellen? Ga je bij iedereen bananen brengen? Gaat Jaap bij iedereen bananen brengen? Bij alle huizen van Elver? Oh. Oh. En wanneer ga je dat dan doen? Weet hij dat niet of zij niet? Horen we dat nog? En terug naar dierentuin, hè? Oh. Nou, Jaap, we zijn heel benieuwd wanneer je dan de rest van de bewoners van Elver een banaan kon brengen. Oh. Je mag hem weer meenemen.
Nee, je mag hem opeten. Hoef je niet? Je mag hem opeten. Ik doe wel wat op morgen. Dan ga ik hem even met jouw tien hebben schieten. Oké, dan zou ik zeggen dankjewel voor het fruit. Dan ga ik ervan genieten tijdens de lunch. Oh, man. De geesten zijn heel nieuwsgierig. Heel nieuwsgierig naar het rijden, blijkbaar. Komt even. Bedankt, Jaap. We vinden de site tot nu toe al heel mooi, hè, jongens? Ja, top. Ja. Ja. Top site. Nou, zullen we even zwaaien naar Jaap? Hoi! Hoi! Dag! Goed aan die gedaan! Oh! Echt? Dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden van de quiz. Als eerst het antwoord op doet dit of doet dit niet. Zal Theo het doen? Nou, ik ben benieuwd. Theo, plaats. Hij doet het! Maar goed van hem, hè? Ja, hij doet het! Dan hebben we Raad het Geluid. Wist jij het geluid? Kijk maar mee en dan zie jij het antwoord. Dirkje had 3 vragen voor jullie. Ze vertelt zelf het antwoord. Kijk maar mee. Ik vroeg jullie, papa, heeft hij altijd een sprietje in zijn mond? Nee, een pijp. Hier komt de tweede vraag. De zeepaardjes. Heeft de vader altijd de eitjes bij zich? Ja, die had altijd de eitjes bij zich. Ik vroeg jullie, is de taxi van Amerika altijd geel? Ja, altijd geel. Daarna hadden we de 3 verschillen. Weet jij ze nog? Op de ene foto staan Lisa en ik op het gras en op de andere foto op de stenen. Op de ene foto hebben Lisa en ik de bril op en op de andere foto de bril af. En op de ene foto zie je de Jeu de Boelbaan en op de andere foto niet. En als laatste Jaap. Waar is Jaap? Jaap zat deze keer in de tuinen van de woning in Doetinchem. Ook Gegraafschap heeft een filmpje gemaakt van de sportdag. Daar sluiten wij mee af. Tot de volgende keer. Doei! In the
is wel normaal. Met 3000 man bestart hij de zaal. We doen het samen.